kracht 5-0. Verkrijgbaar in het groen en in het zwart. Lekker neutraal kleurtje dus, ook eens een keer wat anders. Nou, deze schoenen die zijn verkrijgbaar vanaf maat 30 tot en met 37. Kost in de kleinste maatje 104,95 en in de grootste 114,95. En de schoenen zijn voorzien van een mooie middelpasvorm. Dat is ideaal omdat wij die schoenen makkelijk smaller kunnen maken. Of door de veters een stukje strakker te zetten, een stukje minder wijd. Of we kunnen de schoen ook een stukje breder maken voor de kinderen die een iets bredere voet hebben. De schoen is valt normaal. Dat betekent dat je als je een maat 30 hebt, kan je ook daadwerkelijk een maat 30 bestellen. Ideaal. Het grootste voordeel van deze schoen is de veter- en ritscombinatie. De veter zorgt ervoor dat de schoenen goed versteld kunnen worden, dus ze kunnen goed aangetrokken worden. Maar de rits die zorgt ervoor dat je niet iedere keer opnieuw de veters hoeft te strikken. Want de jongens hebben er natuurlijk sowieso al een hekel aan. Maar door de rits kunnen ze prima daar goed instappen. Je ziet ook dat hij schuin toeloopt, waardoor hij ook heel mooi ver opengezet kan worden. En dat is een groot pluspunt van deze schoen. Gelijk over de binnenkant van de schoen. De schoen is volledig gevoerd, volledig leeggevoerd. Dat kan je hier ook zien. Leer is natuurlijk stevig, neemt goed vocht op en het gaat maar naar de voet staan. En dat is ook heel belangrijk, want de schoenen gaan dan ook echt lekker zitten. De schoen is ook voorzien van een mooi voetbedje. Mooi leerbekleed, klein gelengondersteuning die ervoor zorgt dat de voetjes ook mooi recht blijven staan. De schoen is volledig leer, ook aan de buitenzijde, dus van binnen, maar ook aan de buitenzijde. En dat is ideaal voor het onderhoud. Kleurloos poetsen, verder niks aan doen, ideaal. De schoen is daarnaast ook voorzien van een goede stevige contrefort. Die is heel belangrijk. De contrefort die is namelijk de basis van de schoen, want die zorgt ervoor dat de hielbeen mooi recht in de schoen blijft zitten. Op het moment dat het hielbeen mooi recht zit, in combinatie met die goede binnenzool die ik net liet zien, zou ik zien dat ze mooi recht op de schoentjes blijven lopen. Daarnaast valt die contrefort ook nog eens mooi in de kuip, omdat ze die stootrand wat door hebben gezet. En omdat die contrefort er in de kuip staat, blijven die contrefortjes ook een stuk langer mooi en zijn ze ook een stuk steviger. Over deze stootrand, die is volledig gemaakt van rubber. Net als de loopzool. Nou, rubber is natuurlijk soepel, maar ook erg stevig. Dus ze kunnen ook prima tegen een klein potje voetballen. Hou er wel rekening mee, de schoenen zijn natuurlijk wel voorzien van een lederen neus. Dus als ze echt met de kruip over de grond, kan ik je beter een stootrand adviseren. Of een complete kruipneus, excuses. Ik hoop dat ik wat meer duidelijkheid heb kunnen geven over dit schoentje van Romioli. Gewoon te verkrijgen op onze webwinkel en ook in onze winkel. Bedankt voor het kijken en tot